Nederland pensioenkampioen. Dat waren we tot voor kort. We glijden nu af, maar wij hebben innovaties om ervoor te zorgen dat Nederland weer pensioenkampioen wordt. En dat de rest van de wereld weer naar Nederland gaat komen om te kijken hoe pensioen georganiseerd moet worden. Wat zijn de drie innovaties? In eerste plaats hebben we een persoonlijke pensioenrekening. Dat betekent dat iedereen individueel beleggingsdepot heeft, maar dat tegelijkertijd een aantal risico's met elkaar gedeeld worden. Namelijk het risico dat je langer leeft dan het gemiddelde. Dus we combineren eigenlijk optimaal individualisering, met name op het terrein van de financiële vermogens. En aan de andere kant de meerwaarde van solidariteit. Met name op het terrein van het zogenaamde lang leven risico. Tweede innovatie is het zogenaamde pensioenplatform. Dat betekent dat pensioenfondsen zich heruitvinden door zich meer te richten op de deelnemers. Vroeger was het zo dat de risico's gedragen werden door de sociale partners, de werkgevers en werknemers, die als het misging extra premies stortten. Dat is er helaas niet meer bij. De pensioenvermogens zijn te groot geworden. Dus de pensioenfondsen moeten zich veel meer richten op degene die de risico's dragen, dat zijn de deelnemers. Ze helpen bij het maken van financiële keuzes gedurende de levensloop en ook goedkoop collectief inkopen. Zo'n pensioenplatform zou ook gevormd kunnen worden door groepen van bijvoorbeeld zelfstandigen zonder personeel of andere beroepsgroepen. Derde innovatie is dat we in Nederland beginnen met een zogenaamde opbouwgerelateerde pensioenpijler bij de overheid. Hebben we ook bijvoorbeeld in Zweden een zogenaamde non-financial or notional defined contribution systeem. Dat betekent dat iedereen aan de overheid premie betaalt en hoe meer premie je betaalt, hoe hogere uitkering je krijgt. Meerwaarde daarvan zijn er drie. In de eerste plaats dat ook zelfstandigen zonder personeel meedoen, die krijgen dan ook een goed pensioen. Verder zorgen we ervoor dat mensen voor een groter deel een uitkering krijgen die niet alleen afhangt van de rendement op financiële markten die heel erg onzeker zijn, maar ook meer van de ontwikkeling van de groei van de economie. En tenslotte lossen we ook een groot overgangsprobleem op. Want we willen af van de zogenaamde doorsneesystematiek in ons pensioenstelsel. Dat betekent dat oudere werknemers geld krijgen van jongere werknemers. Dat is niet meer duurzaam vanwege de flexibele arbeidsmarkt. Maar als we dat willen veranderen, dan hebben we een groot overgangsprobleem. Want de mensen die nu middelbare leeftijd zijn, die hebben wel altijd betaald, maar krijgen straks niks meer terug. En via dit publieke systeem lossen we ook dat probleem op. Dus dan wordt het ook makkelijker om die eerste innovatie door te voeren, ga naar persoonlijke pensioenrekeningen, waar wat je inlegt eigenlijk gelijk overeenkomt met je pensioenopbouw. Ja, op deze manier zorgen we ervoor dat we in Nederland, we hebben een sterke uitgangspositie, want we hebben een collectief stelsel, dat we dat weer bij de tijd brengen en dat we daar individuele elementen in voeren, zodat we weer het beste stelsel van de wereld hebben. Gooi je dan niet de voordelen van het huidige systeem weg? Maar zoals ik al zei, Nederland heeft een hele goede uitgangspositie. En dat komt door ons collectieve stelsel. We helpen mensen om hele moeilijke beslissingen te nemen over pensioenen. Dat willen we behouden. Tegelijkertijd zijn we in Nederland ook uniek dat we levenslange uitkeringen bieden. Dat betekent dat als je langer leeft dan het gemiddelde, hou je toch een goed pensioen. Dat moeten we ook absoluut koesteren. Dat behouden we ook door het behouden van risicodeling. Dus we behouden eigenlijk, koesteren de goede kanten, collectiviteiten. Tegelijkertijd individualiseren we wat geïndividualiseerd kan worden zonder die voordelen te verliezen. En tegelijkertijd de zwakke punten op te vangen. Zoals die bijvoorbeeld de intergenerationele ruzies die we nu over het geld hebben. Het gebrek aan maatwerk. En ook het systeem is voor niemand meer te begrijpen. En ja, via die pensioenrekeningen wordt het ook allemaal veel eenvoudiger.